Oh, zie je maar. Hi, meneertje Kandolf. Ja, ik heb, ben verdrietig vanwege Frodo nog natuurlijk. Logisch, uiteraard. Maar ik ben ook blij. Ja, om niets anders. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op een nieuwe dag aanbeland en dat is woensdag 20 november en we leven om 10:27 en dat allemaal nog in het jaar 2019. Ja, ja. En ja, Corina en de beesten voelt enkel zonder Frodo, want die is helaas bij zijn baasje. Voor hem aan één kant blij, want hij had ontzettend veel pijn. Maar het leven gaat door, had hij ook gewild. Dus ja, ik ben druk bezig, zoals jullie weten, ook weer met de kerstspullen. Ik zit ook te wachten op Jack van Sfeer Hallo, die komt straks. Dan mag hij gelijk weer het een en ander naar boven brengen. Eeuwen die heeft eten gehad. Kandolf heeft eten gehad. En ja, er is nog wel een nieuwtje, maar dat vertel ik nog niet. Nee, moet eerst wel verwezen. Ja. Ik hoor rare geluiden. Oh, ze zijn ergens bezig aan het werk. Ja, kan ook. Boren of zo? Ja, boren. Dat is een boormachine wat ik hoor. Dus ja, en het zonnetje schijnt. Ik heb jullie in de keuken gezet op het aanrecht. Ik zit een beetje scheef, want de zon staat precies, ja, niet lekker. Dus ik denk, nou, dat doe ik het op deze manier. En zometeen even een broodje eten. Ik heb een bak koffie. En dan gaat de telefoon. Dus. Ja, hallo? Hi, mam. Hi, schat. Oh, het is Karin. Dus ja, dat kan ook. Ja, dat zie je maar weer. De telefoon gaat gewoon... Even een vraag. Ja, ik zal eerst even afvloggen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om boodschappen te doen. Ewing ligt lekker prins heerlijk op de bank te slapen. Kleine hoopie. Hoe lief. Ja, en waar Kandolf is? Nou, die heb ik naar buiten gedaan, maar waar die is, Joost mag het weten. Oh, ik zie hem al. Hi, meneertje Kandolf. Ik zie zelf niks. Neus. Maar in ieder geval, ik moet ook nog even twee plantjes buiten zetten. Die heb ik onder de kraan gehad. Dat zijn twee zijdeplantjes. Deze, wit en rood. Die gaan we even buiten zetten. Ja, maar ik kan er dan maar eentje tegelijk pakken. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, dat is nou eenmaal zo. Ja. Ja, toen kon ik er niet bij. Ha! Ja, man. Vertel. Hè, vertel. Ja, ja. Gaan we die andere en mijn stok gelijk even. Boodschapjes doen? Ja? Doe maar. Ja, ja. Zo, dan zet ik ze even lekker buiten neer op tafel. Dan kunnen ze roken. Natuurlijk. Het gaat een beetje harder. Dacht ik zo. Zo. Zonnetje schijnt. Hé? Ik kan er al bij weer buiten, dan moet hij weten. Zo moet meneertje Kandolf. Hè? Ja! Maar ja, oké. Okay. Ik ga dus mij eigen klaarmaken. Even boodschappen doen. Ik moet naar Big Bazaar. Ik moet naar de DK. Ik moet batterijen halen. En dan komt het niet goed. Ik moet
van dit soort spul halen. Deze is buiten, ik moet van buiten halen. Ik moet ook van binnen halen, dat is weer een ander kleurtje, wit. Zonder een klepje. Deze batterijen moet ik halen. En ja, heel klein. En een beetje dik. Ja, ik weet het niet hoor. Maar ja, oké. Dat moet ik halen. Nou, die kan ik onthouden. Maar ik moet deze even mee hebben. Die doe ik in mijn portemonnee. En mijn mobiel gaat mee. Nou, dat onthoud ik ook wel. Zo. En ik heb jeuk. Maar dat gaat ook wel weer over. Ik blijf me bezig. Oh, mensen. Ik wou dat het maar eens een keer overgeven. Ja, toch? Ik heb liever dat ik gezond ben dan iedere keer te kwakkelen. Maar oké, ik ben verder nog niet bezig geweest met de kerstversiering. Omdat er andere dingen gebeuren. Wat ook emotioneel is, maar wel fijn emotioneel. Ja. Ook daar kan ik om huilen, maar dat is weer blijdschap. Maar daar hou ik ook nog even mijn mond over. Ja. Komt wel in orde. Ja, daar hou ik nog even mijn mond over. Dat is nog even privé. Dat deel ik op een gegeven moment vanzelf al met jullie. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en tot straks. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Het is koud, ja, bitter koud. Ik ga lekker een bakje koffie maken, maar ik heb ook weer natuurlijk al van oud een bounty erbij. Maar waar die is, weet ik niet. Brood, snoepjes voor mijn keel. Eten voor straks, ik denk ik doe makkelijk. Daar is mijn bounty. Ja, lekker. Dus ja, het enige wat ik niet kon bemachtigen bij Big Bazaar was dit. Dus dan moet ik voor verder voor weg. Ja, ik kan wel dichterbij, maar dan betaal je een vermogen. En het hoeft niet duur te zijn, nee. Dus dat wordt Action. Dat is een stuk verder weg. Dat is niet hier in het centrum. Nee. Ik ben verdrietig vanwege Frodo nog natuurlijk. Logisch, uiteraard. Maar ik ben ook blij. Ja, om niets anders. Ja, maar dat vertel ik nog niet. Nee. Eerst in overleg. Ja, ga eerst in overleg. Maar ik ben wel blij. Super blij. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb ook wat leuks gekocht. Ik heb mezelf even verwend. Voor een huis. Niet, ja, natuurlijk wel voor mezelf, maar niet om aan te trekken of wat dan ook. Nee. Allemaal van deze sloopjes om de kussens heen. Maar ja, deze kussen moet liggen, want ja, daar mag eigenlijk eeuwig graag op liggen. Maar ik zet hem nou gewoon leuk neer. .nl. Ja. En op de bank. Ja, daar ligt ze nou tegenwoordig. Heb ik er ook dus twee. Daar eentje in de hoek. Gewoon allemaal hetzelfde. Ik ben er helemaal blij mee. En zo duur waren ze niet. Nee. Dus, wie doet je dan wat? Toch? Niemand. Nee. Nou, ik heb vandaag verder niks gedaan aan kerstspullen. Want ik ben kapot. Ja. Morgen weer een dag. Ik heb vandaag andere dingen gedaan. Genoeg gedaan. Boven ben ik bezig geweest vanochtend. Weer met de was. En ik heb hier dus schoongemaakt in de keuken, deze kant. Ja, dit moet nou de was in, want dat zijn de oude hoesjes. Dat gaat in de was. Hup, daar even naartoe. En dit gaan we eten. Ook lekker. Dus ja, komt wel weer. Als alles weer netjes is. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Het is nog geen avond, het is eindmiddag. Namiddag, dus geniet van je namiddag. Voor straks smakelijk eten. Een hele fijne, liefdevolle avond. En geniet van alles met wat jullie doen. En tot een andere keer. Doei, doei!